Ja, en volgens mij zijn we live. Ja, en het social media blok, u gaat ons regelmatig tegenkomen gedurende dit hele weekend. Dus we houden u op de hoogte wat er allemaal te beleven is hier in de Baronie. En ik kan u zeggen, dat is heel veel. Even een belangrijk puntje voor de mensen die gaan twitteren of die op WhatsApp of op Instagram zitten. Gebruikt de hashtag BaronieTV. Hashtag BaronieTV. Heel belangrijk, want dan pikken wij uw berichten op en komt u ook voorbij in onze uitzending. Dat is één. Dan heb ik nog een klein dingetje over het sms'en. Je kunt natuurlijk allemaal kiezen voor het lied wat jouw keuze heeft. En dat doe je of via de site van BaronieTV. Kun je gewoon lied kiezen. Heel lekker makkelijk. Maar sms'en kan ook. Ik noem hem nog even. 3669. En dan vervolgens, heel belangrijk, dan toets je lied, een spatie en dan vervolgens het liednummer. Dan krijg je de bevestiging automatisch terug. Dus let even op, die spatie moet er echt bij staan, anders gaat het niet goed. Nou, tot zover even de huishoudelijke mededelingen. En ja, natuurlijk zijn we gisteren allemaal heerlijk op pad geweest. De sfeer zit er geweldig in hier in de studio. Nou, we gaan heel eventjes terugkijken naar onze Mike, want die ging richting NAC. Nou, ze hebben gewonnen. Hartstikke mooi, 1-0. Iedereen blij. We gaan even kijken wat Mike daar allemaal tegenkwam. Dus ik zou zeggen, laten we gaan kijken. We zijn er nu in het NAC-stadion. Ja. Wat is de stand? Ja, jullie hebben net de samenvatting gezien van de hoogtepunten hiervoor. Er is werkelijk niks gebeurd in het stadion. 0-0. Saaiste wedstrijd van het seizoen. Ja. Maar ja, maakt het is uit? Het gezellig? Het is carnaval. Mensen zijn in de outfits. Is het gezellig? Kei gezellig. Ja. Alleen wedstrijd een beetje peper erbij, want het schiet er niet echt op. Maar jullie zien er fantastisch uit. Ja, mijn flamingo is in slaap gevallen van de wedstrijd. Ja. Maar ja, zeker. Ja. God, die frisse papagaai. Maar kunnen jullie wel een beetje goed zien vandaag in het stadion? Nou, nee, niet echt. Maar dat maakt me geen fuck uit. Het is een kutvoetbal, of niet? Ja, ik heb er niet veel verstand van. Maar als jij het zegt, dan geloof ik dat wel. Volgens mij, tweede helft, Hibala, dat gaat goed komen. Denk als jij nou even over dat stadion heen vliegt zo meteen, misschien komt het dan goed. Ik zoek een vrouwtje papegaaien. Oh. Ja, hallo, we zijn hier lekker de Bredaanse stad aan het verkennen, Kielegatstad. En we gaan hier naar binnen, want het is hier blijkbaar super gezellig. Nieuw dit jaar is de kijkersvragen die we kunnen insturen voor On Tour. En die ga ik dan behandelen in een cafeetje. We hebben hier bijvoorbeeld deze meneer. Hallo meneer. Hallo. We hebben een kijkersvraag van de kijkers. Anja uit het Aagje. Die zegt, help, ik lust geen bier. Hoe overleef ik dan de carnaval? Niet. Mevrouw, kom eens hier. We hebben een kijkersvraag van Lonneke uit het Schinneke. Die zegt, dat dit is voor mij de eerste keer dat ik carnaval vier. Wat is de beste tip? Veel meezingen. Veel meezingen? Veel meezingen. Waar zit u nou het liefste mee? Met het nummer van Breda. Breda, doe eens een stukje, doe eens een stukje. Daar heeft hulp nodig. Even dat nummer zingen van Breda. Wat moeten we zingen? Het nachtlied. Dit duurt veel te lang, dit duurt veel te lang. Gezellig met die Mike op pad, een hele hoop te beleven. Maar natuurlijk supergezellig was het op de Grote Markt gisteren met Nel en Tommy. Ze gingen daar op pad en ja, kijk zelf maar even. Superleuk. En probeer die gasten te spotten, hè, want ze zijn overal in de Baronie. Tom en Nel, kom er maar in. Tenminste. En hoe lang ben jij hiermee bezig geweest? Anderhalf uur. Anderhalf uur? En jij hebt geen hulp gehad? Nee, doe het allemaal zelf. Maak het allemaal zelf. Hey, hoe is het? Ja, geweldig. Klaar voor de carnaval? Ja, helemaal, helemaal. Is dat jullie eerste avondje vanavond? Ja, ja. De aftrap van carnaval? Sorry? De aftrap voor jullie van carnaval? Zeker. Wat maakt het nou zo mooi bij Flamingo's? Ja, het hele feest. Het is gewoon hartstikke gezellig, ja. Hey, het is gewoon het hele feest wat zo gezellig maakt hier. Nou ja, weet je, ik vind sowieso al die kostuums hier, er is wel over nagedacht, of niet? Ja, dat wel, maar ik weet niet waarom dat ze zo verkleed zijn, ga je wel? Ik ga het vragen. Waarom ben jij zo verkleed? Nou, ik voel me vandaag super, dus ik denk aan Superman en ik heb een Iron Man bij en een Batman. Oh, wat dus, doen we nou? Ja, we zijn met de hele familie. En van Tap Rijken gaan we misschien even kijken bij de Bruine Pij.
Bij de Bruine Pij, daar heb je een DJ-bar. Ja, is dat leuk? Daar wil ik jou ook mee laten zien. En van de DJ, ja, dan wordt het tijd, dan moeten we naar een opening van een nieuw cafeetje. Oh, dat aan het havenmachtje. Ja, weet je wat ik bedoel? Ons Tante Cor die gaat openen vanavond, om 9 uur heb ik begrepen. Uur. Ja, en dan zijn we dan op de havenmacht. We waren net wat te laat, maar we hebben ze gevonden hoor. Ons eigen Tante Cor, goedenavond. Ik ben er. Oh, nou wat gezellig, hè. Dat zijn we dan met z'n allen. Hey, wat gezellig. Oh, het is stiekem leuk dat we ze gevonden hebben. Nou, hè. Ja, luister eens, jouw caféken is nog maar net open, hè. En het is al ontzettend druk binnen. Nou, we zitten gewoon al lekker helemaal vol, hè. Kei gezellig, kei leuk. En hoe voelt dat nou? Ja, ik ben zo trots, hè. Nou, dat wilde niet weten. Ik vind het zo leuk, al die lieve mensen. Ik snap wel dat ze allemaal naar jou komen, hè. Zo'n lekker ding achter die bar. Ja, nou, kei leuk toch, hè. Zo leuk, hè. Kei leuk, hè. Nou, Tante Cor, ik ben stik trots op jou. Ik wil jou van harte feliciteren met jouw nieuwe café. Oh, dat had ik ook nog vergeten. Ja. En dan komt hij. Dan weer naar boven waar we trouw beloven. Dat wij van. Oh, wat een feest. Het is gewoon niet normaal. Kom, kom. En wij naar boven waar we trouw beloven. Tot 's morgens vroeg door te gaan. Hé, hey, luister eens. Nou, ik zou elke dag wel zo wakker willen worden, hoor. Ja, en dat was supergezellig. Waar het ook supergezellig is, is hier in de studio. Want er komt echt van alles hier binnen. Dus kom gezellig langs. Want je kunt lekker meefeesten met de prinsen en alle gevolgen die hier zijn. En gezellige muziek. Dus dat is heel belangrijk. Kom lekker langs. Hier zit de stemming er goed in. Nou, we hadden net onze prins Thomas van het Stijlorenrijk. Die trots vertelde over zijn kruiden. En hoe actueel kun je zijn? Op dit moment hebben wij on the spot, bij de bakker, hebben we een team klaarstaan. Dus als het goed is, zijn Rob en Frank zijn daar aanwezig. Dus Mike natuurlijk. Oh, Mike, hoe kan ik je vergeten? Mike, ik zou zeggen, jongens, kom dan maar in en vertel je verhaal. Ja, we zijn bij de plaatselijke bakker in Bavianenland. En hier hebben ze speciale Baviaanse lekkernijen. Daar willen wij natuurlijk alles over weten. Maar we gaan eerst even kijken naar de klanten. Ik heb hier een mevrouw. Hallo mevrouw. Hallo. Bent u een echte Baviaan? Ja, bijna wel hoor. Bijna wel? Wat is bijna? Nou, ik heb hier al wel meer dan 35 jaar gewoond. 35 jaar, ja. Dat is een lange tijd. Daarom, dat is toch lang hè? Hey, waar heeft en ik u, ben nog niet zo oud. Oh, nee. Wat heeft u gekocht? Ik heb nu brood en worstenbroodjes gekocht, maar ik kom hier iedere dag het brood halen voor eten en drinken bij Brigitte. En voor een dinsdag natuurlijk feest op plein heb ik hier alle broodjes besteld voor de broodjesworst. Oh, ja, ja. Dus voor de carnaval lekker veel worstenbrood? Ja, ja. Ja. Dat u voorraadje heeft? Ja, ja. Lekker, lekker. Ja. Ze hebben hier ook Baviaanse lekkernijen, hè? Ja, dat weet ik. Ik ga even naar de bakker toe om te vragen hoe dat precies zit. Helemaal goed. Veel plezier, fijne carnaval, hè? Dankjewel. Want daar wil natuurlijk alles over weten. Want ze hebben hier een hartige nar, heb ik gehoord. En een bavianenbroodje. En hier zijn de bakkers allemaal, hè? Jullie zijn de bakkers hier. Winkelmedewerkers dan wel, hè? Dat is de bakker. Dat is de echte bakker. Jullie hoeven niks af te bakken dan, of wel? Nee, dat net niet, nee, inderdaad. Niet. Is het druk, deze carnavalsperiode? Ja, het is heel druk. Ja, ja, het is flink doorwerken. Flink doorwerken. Ja. Maar daar word je ook voor betaald natuurlijk. Ja, precies. En dan kunnen we daarna weer lekker carnaval gaan vieren. Maar jullie hebben zelf nog wel tijd om zelf nog weg te gaan. Ja hoor, zeker. Die maken we wel, hoor, daarvoor. En dan hier in Bavianenland? Tuurlijk. Ja, ja. Altijd feest. Ja, altijd een Bavianen. Hey, de hartige nar, wat is het voor een broodje? Hartige nar, dat is een Belgisch worstenbroodje met gekruid gehakt, paprika en uitjes. Lekker? Ja. Dat is lekker hartig ook, hartig. Ja. Dat zit al in de naam. Het zit gewoon in de naam, eigenlijk is het heel logisch. En jullie hebben nog een speciaal broodje, het Bavianenbroodje. Ja, klopt. Het Bavianenbroodje, dat is vernoemd naar onze prins, de Bavianen 16e. Ja. En is een broodje met tomatensaus, ham en kaas. Dat is heel lekker. Ook lekker. Ja. Mogen we zo meteen gaan proeven? Ja, natuurlijk. Ga je gang. En hebben we nog iets speciaals? Want je zegt van, ja, nu heb je reclame. Hè? Nu kun je het moment pakken. Hè? Nou, we hebben nu speciaal voor carnaval ook de vlugelgebakjes. En ook heel lekker. Maar uiteraard hebben we natuurlijk ook ons Brabantse worstenbrood. Dat hebben we altijd. Dus daar kunt u altijd bij langskomen. En eet jullie zelf ook wel eens iets? Ja, proefpersonen denk ik. Ja, vooral voor de flugelgebakken zo. Onder werktijd? Onder werktijd gewoon een flugeltje naar binnen. Nou, dat helaas niet. En de bakker, wilt u nog iets zeggen, het laatste woord? Nee, we hebben allerlei leuke gebakjes. En zoals ik zei, de dames doen het prima. Lekker drukke dag. Ja, gewoon met carnaval zorgen voor wat een goede bodem.
met de narrebroodjes, de bavianenbroodjes. Vlugel voor s'morgens vroeg, voor tegen de kater, dan zit je gelijk lekkerder in. Ja, joh, waarom niet? Daar hebben we Jacques Maas, ook een bekende van de carnaval. Dus alles is hier. Eén groot feest hier. Mooi zo. Nou, bedankt. Ik ga direct proeven. Bedankt. We gaan weer terug naar het studio, denk ik. Veel plezier. Tot zo. Ja, dat was geweldig. En ik zit natuurlijk over Etten-Leur, maar het was Bavel, Bavianenland, what else. Etten-Leur komt volgens mij andere keer nog aan de beurt, dus helemaal geen punt. Dat kan gebeuren als we live zijn. En zo werkt dat hier bij Baronie TV. Dit was even het gebriefje van de socials. Wij komen verderop in het programma weer terug. En wat we nu gaan doen, ik denk dat de meesten al lang wakker zullen zijn, toch? Maar we gaan weer door naar het vervolg van Ben de Wakker. En Ben de Wakker, kom lekker langs, want het is hier supergezellig in de studio. Tot zo!